Hey, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Germaus Soen en graag wil ik je dit boek voorstellen. Een boek van Willem Owenil, Het Paradijs: Het Verhaal van Eden. Op een bijzondere manier kiest de schrijver er in dit boek voor om zijn lezers mee te nemen in het verhaal van Eden. En het boek wil zichtbaar maken hoe de kenmerkende beschrijvingen van het paradijs in latere Bijbelteksten terugkeren en herinneringen oproepen. Om dat gemakkelijk te kunnen vatten, start het boek met twee hoofdstukken die nader ingaan op de tuin van Eden. Daarin wordt heel zichtbaar dat Genesis 2 de hof in Eden als een heiligdom voorstelt: een heiligdom waarin de mens een priesterdienst voor God heeft. Nou, vanuit deze gegevens trekt Willem Ouweneel dan lijnen vanuit Eden naar de tabernakel. En de tempel van Salomo, het land Canaan, de bomen die aan, aan Ede herinneren, de, um, de graftuin, de, de gemeente en het Hinamals. Nu Telkens brengt de auteur op een vrij heldere manier naar voren hoe het verhaal van Ede op talrijke plaatsen in de Bijbel terugkeert. Het paradijs gaat daardoor niet enkel over het begin. Het gaat over het einde. En de bijbelse beschrijvingen van de priesterdienst, van Gods aanwezigheid, van de flora en fauna en de taal die daarmee verbonden is, die herinneren de oplettende lezer van de Bijbel terug aan Eden. Nou, voor de, voor de lezer is het heel waardevol dat de auteur de betekenis van Eden ook met het christelijk leven verbindt. Willem Ouweneel doet dat in de terminologie van de profeten, van, van de termen van Jezus en de woorden van de apostelen. En er is dus sprake van het vruchtdragen in het leven, zoals Genesis 1, de bloemen en de planten, ja, dat die te horen krijgen om vrucht te dragen. En allerlei termen in het Oude en ook in het Nieuwe Testament, die herinneren hierbij aan het paradijs. Het paradijs waarmee de heilige schriften beginnen. Wat ik zelf als een klein nadeel in deze beschrijvingen ervaar, een leemte, zijn de momenten waarop de auteur talrijke bijbelteksten achter elkaar plakt. Ja, in zulke gevallen moet je vrij sterk gefocust zijn om naast het lezen van de volledige bijbelteksten niet de aandacht van het boek zelf te verliezen. Wat wil de schrijver zeggen? Nou, dat lukt me niet altijd hoor. Allerlei Zaken die niet nodig zijn om het punt te volgen dat Willem Ouweniel wil maken die rollen en bundelen dan heel snel over elkaar heen en ik verlies gewoon de aandacht. En dat wordt nog uitdagender als er tussen die vele citaten aan bergelteksten ook nog allerlei ditjes en datjes de revue passeren die van eigenlijk ondergeschikte orde zijn aan het thema dat de auteur wil verduidelijken. Het mag die noemen, maar structureer dat wat anders. De helderheid van het betoog wordt er eigenlijk door verzwakt. En conclusies of samenvattingen, die zouden het voor de lezer best wel wat hebben opgevangen. Nu, wat mij dan wel heel erg aanspreekt in dit boek, zijn de prachtige kleine foto's van schilderijen over Ede. Je vindt die continu in dit boek. En ja, ze mochten gerust wat groter uh, worden geplaatst, voor mij over de hele lengte. En ook trouwens de lijsten met muziekinstrumenten die hierin staan, indrukwekkend. Handig, leuk. Nu, dat het boek ook nog een afgewerkte harde kast kreeg, is daarbij een hele mooie afwerking. En wat dat betreft beveel ik je dit van harte aan. Het paradijs, Willem Oudeel.